Dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je het onthoudt. De plek waar je carrière begint of ophoudt. Nou, mijn auditie tegen Larshal ging vrij stroef. Ik was best wel onder de indruk van het publiek en jury waar ik vroeger tegen opkeek. Dus ik dacht echt, Jezus, daar moet ik straks voor optreden. Ik dacht, dat is wat. Toen fuckte ik dus mijn intro op. Die was echt zwaar stroef. En toen moest ik dus beginnen met mijn auditie. Nou, dat ging de eerste 40 seconden wel lekker. Alleen toen raakte ik het kwijt. Ik snap zelf ook niet hoe het komt. Ik was vet goed geoefend. Ik denk de zenuwen dat ze me overrompelden of zo. Maar ik ging tot mijn verbazing door. En daarna heb ik het voor mijn gevoel wel echt goed rechtgebreid. Hoe ik gegroeid ben bij Punch-Out is echt enorm. Ik heb ook gezien dat ik zelf als artiest echt gegroeid ben. Dat ik dingen anders ben gaan bekijken. Zijweggetjes nemen in plaats van alleen maar rechtdoor. Je kan ook op meerdere manieren je doelen duidelijk maken. Ik moet zeggen dat de judgments mij heel erg hebben geholpen. Ik kreeg aanmerkingen. Ik dacht, hey, zit daar een kern van waarheid in? Ja, er zit een kern van waarheid in. Hoe kan ik op mijn eigen manier laten zien dat ik daaraan werk? Dus ik heb me daar super op gefocust. Battle weer teruggekeken. Oké, dit bedoelen ze. Dan gaan we dit anders doen. Boekte ik vooruitgang. De volgende judgment hoorde ik, hey, dit en dit is veel toffer gegaan. Hij heeft zelf spot ontwikkeld. En dan denk ik, hey, hoe kennen we daar nog een tandje in bij? En zo heb ik mezelf gepromoveerd tot de betere rapper wat ik nu ben, dan dat ik in het begin was. Mijn beste battle tot nu toe vond ik Mitch vs. Skippy Kopstoot. En de gaafste ervaring qua de battle vond ik Mitch Nick Veen VS, Prelec en Safco, de dubbel battle, want dat stond op mijn verlanglijst. En die is helemaal verlopen zoals ik wou. Maar mijn beste solo battle, en echt qua crowd en rondes en hoe vloeiend het liep, was Mitch VS Kippy Kopstad. Ik heb één battle gehad waar ik vond dat ik gewonnen had. Ik heb er ook maar één verloren. Maar ik hoor wel dat ik één van de enigste was. Kijk, ik heb verloren van Ramsey. Maar hij staat altijd heel stil. En mijn vorm van een battle, in een battle, is voor mij een gevecht. En ik had het gevoel alsof ik echt aan het vechten was. En hij niet terugvocht. En dat hij daarom gewonnen had. Voor mijn gevoel was dat niet terecht. Maar ik heb wel vaker gehoord dat ik daar een aparte mening in heb. Dus daar zal ik wel mee moeten leven. Maar voor mijn gevoel heb ik die gepakt. Maar ja, je kan niet alle battles winnen. Ja, de freestyle battles, die waren echt, echt tof. Dit is een heel oud aspect van rap. En van battle rap. En dat vond ik super vet om te doen. En ja, dat was gewoon een hele nieuwe en gave ervaring. Ik mocht mijn eerste ronde tegen Kama. Hij had altijd de grote bek dat hij me zou killen. Maar ja, in de realiteit was dat toch niet zo. En had ik hem toch zijn bek gesnoerd, wat ik al had voorspeld. Dus ja, dat was gaaf. Vooral omdat ik voor het eerst tegen hem mocht. En hem gewoon direct op zijn plek heb kunnen zetten. Ik vond mijn battle tegen Dani ook echt tof. Hij was ook echt terecht de winnaar. En ja, ik vond het zeker een hele gave en dope ervaring. Ja, Mitch vs. Vito. Dat is een harde match. Letterlijk en figuurlijk. Want we hebben alle twee aardige stembanden. Hij is nogal van de harde delivery. En ik ben nog ook van de harde delivery. Ik had al aardig wat berichtjes gelezen op social media van wie gaat pakken. Ik had wel aardig al vernomen dat ik de underdog ben, maar dat vind ik niet erg. Dat was ik tegen Noozy ook. Ik heb hem gekild. Dus ja, ik vind het niet erg om vanuit die positie te battelen en ik ga er natuurlijk het beste van maken. Ja, welke tactiek ik ga gebruiken, dat ga ik niet verraden. Dat hou ik voor mezelf. Want hij is hier zelf niet. Dus ik weet dat niet van hem. En als ik nu een antwoord zou geven, zou ik sowieso liegen. Maar ik ga ook niet liegen, want daar ben ik niet van. Dus dat hou ik even voor mezelf. Kijk, het is natuurlijk 8 dagen van tevoren. Maar ik ken Vito en zijn reputatie. En het is een hele goede freestyler als hij geen beat hebt. Dus hij zou dat binnen 2 seconden op mij kunnen flippen. Laat staan binnen 8 dagen. Dus ik kijk daarmee uit.
Ik vond ze battle tegen Killer Krop sterk. Jammer dat het twee rondes waren. Maar dat vond ik hem zeer zeker sterk. Ik vond hem tegen Terry, vond ik hem sterk. Hij heeft wel een leuk trucje uitgehaald. Maar hij was sterk. Dat heb je goed uitgewerkt. En voor de rest vind ik Vito eigenlijk pas twee events dope. Ik vind dat het bij hem allemaal best wel laat gebloeid is. Dus ik vind hem niet altijd even consistent zoals hij in zijn laatste twee battles was. Maar no disrespect, zijn laatste twee battles waren gewoon op goed niveau. Maar de rest voel ik niet zo van hem. Maar mijn image is dus dat ik een Mogol ben en dat ik gestoord ben en dat ik kwaal, omdat ik in mijn bed plas, noem het allemaal maar op. Ik woon op een zorgboerderij en ik heb ADHD en ODD. En ja, daardoor willen mensen je altijd als een Mogoltje neerzetten. En dat deed Ramsey in zijn eerste battle tegen mij ook heel goed. En toen had ik gedacht, de volgende die ik tref, die gaat me sowieso de wereld pakken. Dus wat doe ik? Ik dek dat in. Dus ik maak het even allemaal erger dan het is. En dan wat hij zegt, dat beschadigt mij niet. En dan zeg ik, en ja, ik ben een Mogol. Maar jij verliest van mij. Pff, wat ben jij dan wel niet? En zo kan je ze dan heel mooi erop pakken. Dat is mijn tactiek. Of dat deze keer mijn tactiek zal zijn, dat weet ik niet. De 1/8 battles waar ik echt naar uitkijk, ja, dat zijn ze eigenlijk allemaal. Het zijn allemaal dope MC's, allemaal een plek verdiend, allemaal hard voor gebattled. Dus ja, qua mij, ik vind dat er alleen maar classics zijn, alleen maar classics. Iedere battle heeft wel iets wat de andere niet hebt en omgekeerd. We hebben ook echt een vet systeem, 16-1, ja. Weet je, er kan zomaar een underdog winnen, waardoor het schema weer helemaal anders loopt. Dus ik heb er echt super veel zin in. De grootste kanshebbers, wat ik denk dat ze zijn, dat is Waldo, Stef, eerste keus. Eerste keus en eerste battles, echt een heavy match. Want hij moet tegen Noozy en Noozy zal waarschijnlijk wel die rol van de underdog krijgen. Wat mensen vergeten van Noozy is dat hij echt gevaarlijk is. Dus dat kan al sowieso een game change zijn. Dat is best wel gewoon een gevaarlijke match. Ik verwacht ook wel van mezelf dat ik echt wel een grote kanshebber ben. En ja, ik denk dat Nick Veen ook erg kan verrassen. Het zijn al zoveel namen. Weet je, Popjorn kan ook eng uit de hoek komen. Echt, ik vind gewoon allemaal dope MC's wat erin zitten. Stef is gevaarlijk. Ja, kan alle kanten op. Ja! Vito, een boodschap voor jou. Niet mij onderschatten, want je krijgt er spijt van. Je krijgt er echt spijt van. Dus beter breng je A-game. Doe dat. Of doe het vooral niet. Denk vooral hij is een Mogol. Doe dat. Oh. Dan moet je huilen naar je moeder. Dus beter bereid jezelf goed voor. Schrijf goede bars. Kom niet op het niveau zoals je tegen Frans kwam. Of zoals je tegen Chris Matt kwam. Want dan ga je het niet redden. Er staat een zieke battle voor je te wachten. En niet alleen mijn battle, ook de andere 8 battles. Wordt echt eng, hoog niveau. Fucking veel zin in en je gaat jezelf echt kut voelen als je hier niet bij bent. Dus be there, kom kijken, kom me supporten, kom Vito uitlachen. Let's go. En ja, Vito, je gaat verliezen van me. Dat weten we. Ik kom je afslachten en vernederen. Jij en ik, dan ben ik de betere. En dat mogen ze weten, hè?